een vogel. Wat een emoties. Ja. Oh, en dat is nog maar pas het begin. We zijn zo blij. Ga zitten. En voor die paar mensen in Nederland die jou nog niet kennen, misschien van zo, geven we even een indruk hoe groot jij bent, hoe lang wij al van je genieten. Kijk maar even rustig naar dat scherm. Dus hier woont u nou? Hè? Helemaal alleen? Ja. En u hebt helemaal geen kennissen, geen familie, geen vrienden, niks? Maar daarom zou je even goed nog wel een brief kunnen krijgen, hè? Ja. Is toch heel goed mogelijk? Ja. Vindt u het vervelend dat ik u dat iedere dag vraag? Nee, dat vind ik niet vervelend, maar... Ja, dat ik steeds nee moet zeggen, dat vind ik vervelend. Nou ja, op uw gezondheid, meneer Water. Ik kan lezen. Hier staat... Hier wonen wij. Vader, moeder... Peter, Lize en ons kleine broertje. Ik heb geen broertje of zusje. Vader en moeder hebben alleen mij. Bent u overal geweest? Oh nee, lang niet overal. In hoeveel landen? Kijk, hier, Europa, dat weet je. De kust. Frankrijk, Spanje, Italië. Ja, en dan hier Wenen, Constantinopel, Riga. Waarom bent u overal geweest? Soms is één plek niet genoeg. Beweegt u, kroost u niet. De jongsken kreeg en deer. Lief, let op. Maar mijn man beweegt me nogal meer. Wat schreeuwt ge, moeder lief? Het gedroefd om vader? Om vader schreeuw ik, kind, om u en ons te gaan. Uw moeder keert zich niet aan u, nog uw smart. Met smarte baarde ik het kind en droeg het onder het hart. Mijn man is het harte zelf. Ik heb zonder hem geen leven. Ik zal u om lief nog leed bezwijken, nog begeven. Ik beloof u hou en trouw te blijven tot de dood. Is ook getrouwigheid wanneer men scheidt uit nood. Men scheidt om beters wil, om weder te verzamen. Indien ik van hem scheid, wij komen met elkaar. Ik heb hem nog helemaal in mijn hoofd. Wat zei je nou? Ik zei, ik ken het nog helemaal uit mijn hoofd. Ja, je komt weer zo op. Het is zo lang geleden, maar ik ken het nog helemaal uit mijn hoofd. Fantastisch. En ik heb het heerlijk gevonden om met Joris Schmitz te spelen, ja. Die er nu niet meer is. Nee. Maar het was een fantastische Gerstbrecht. Ja. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om te doen. Je hebt omdat alles het zo'n heerlijk... moeilijke opgave was. Daarom vond ik het zo leuk. En zo zit jij in elkaar, hè? Een beetje wel, geloof ik. Ja, ja. Nou zit je daar met Willem Nijholt, ook niet gering, samen, ver uit elkaar. Het wordt tijd dat de stoelen gevuld worden. En natuurlijk met jouw familie. Hier komt eindelijk Jimmy, de arme man. Jouw echtgenoot. Was het heel erg? En jouw, de dochter van Jimmy, Monique, en jouw zusje Tanja. Ja. Nee, schat. Heerlijk om te zien met haar man Richard van den Berg. Die zijn ook
En dan de weduwe van jouw broer Albert Liesje. Ja, natuurlijk is ze er. En ja, dan heb je nog een zoon, maar die is er niet. Dat weet jij, hè? Waar zit die? Die is naar de wintersport met de hele familie. Met z'n vieren zijn ze op de lange latten. Ja. Zeg, je hebt twee kleinkinderen. Ik heb twee kleinkinderen. Ja. Hoe heet ze, vertel ik? Alexandra, die is 8 jaar. Ja. En Roderick, die is 6. Ja. En die zijn heel mooi. Ja, ze zijn echt heel mooi. En dierbaar, hè? Ja. Ja. Is het waar? Wat gebeurt er iedere zondagochtend om 10 uur? Dan bel ik om te horen wat met je is. Ja. En dan staan ze al klaar. Nou was het even eigenaardig, omdat ze op vakantie waren. Maar kijk even. Kan je het zien? Ja. Ja. Dat zijn ze. Nou, even kijken van dichtbij. Mag dat? Ja, ja. Oma Ellen, we altijd binnen. Zondagmorgen rondom 4 uur. Dat is zo jarenlang routine. Dus wij wachten op de bel. En dan vechten wij als leeuwen. Om als eerste hard te schreeuwen. Hadi oma. Ma. Dag oma Ellen. Want een ander die zou om die tijd niet bellen. Oma Ellen, die kon niet bellen. Deze ene zondagmorgen. Want wij zitten diep verborgen. Op vakantie in de sneeuw. En we skiën door de dalen. Maar op zondag is het balen. Want we missen je, oma Ellen. En dat wilden we je eventjes vertellen. En dat wilden we je eventjes vertellen. Dag oma Ellen. Groeten van Roderick en Alexandra. Roderick schiet ook al goed. Kon je het verstaan? Nauwelijks. Nauwelijks. Dat begrijp ik, maar dondert niet. Nee, hè? Dat maakt niet uit. Het is zo lief. Luister, tot zover dus jouw dierbare directe familie. Maar je hebt ook nog een toneelfamilie op dit moment. Want je speelt in het Misverstand. En je begrijpt natuurlijk wel dat jouw huidige toneelfamilie van het Misverstand hier naartoe komt. Absoluut. Naar Reek van Muiswinkel. En Freek? Zeg het maar. Ik ben nog maar kort bij deze baas, maar dit is mijn lerares. Daar heb ik op het ogenblik iedere avond die de heer geeft les van bij het Haarlems Toneel. Ik sta tussen de coulissen. Ik mag namelijk pas de laatste 5 woorden van het stuk zeggen. En ik heb 5 kwartier om te leren hoe ik dat moet doen. En iedere avond doe ik het hetzelfde, en maar ik kijk naar Ellen hoe het moet. Ja. En ze weet het precies. Ja, ja, ja. Dat is Freek. Blijf staan, Freek. Een klein stukje opschuiven, want hier komt de volgende uit de kaas. Hidde Maas. Hidde. Haha. Oh, schat, wat enig. Dank je wel. En hartekreet van Hidde Maas. Ellen is mijn toneelmoeder, een actrice van internationale allure. Schat, wat beeldig gezegd. Ja, hij is al de tweede keer mijn zoon. Ja. Och, dus je houdt... waren we al moeder en zoon en nu zijn we weer moeder en zoon. Dus je houdt van hem. Ja, maar het loopt altijd tragisch af, hè? Maar we doen het nog een keer. Ja. Maar we doen het nog een keer. Loopt het toe. Marloes Fluitsma. Als wel. Dag, lieverd. Eén, ja, zeg het maar. Ik hou het expres kort, want ik heb Ellen intussen leren kennen. En je houdt niet van heel veel en toeters en bellen. Maar ik heb je altijd bewonderd als actrice, maar ik ben nog blijer dat ik je heb leren kennen. En jij geeft mij het gevoel dat je leeftijdloos bent. En in de kleedkamer zit altijd meiden onder elkaar. Ja, dolle pret. Ja. Wat lief. En Marianne Vloedgraven. Oh, schatje. Wat leuk. Ja, we moesten wel komen, hè, voor de liefste vrouw van Nederland. En iets anders heb ik echt niet gegeven. Dankjewel, jongens. Ga zitten. Er zijn nog 2 die weg moeten, geloof ik. En de andere graag dicht hier op het podium. Ga zitten. Wie gaan er weg, want die weer een afspraak hebben en andere zaken. Maar Marloes blijft. Dus die zie je vanuit de verte.
Maar nu een acteur en regisseur. Met allebei zijn kanten heb je te maken gehad. Een toneel van die weer Gerrit-Jan Reijners. Ja. Oh, wat is. Nou ja, dat is ook een verrassing. Ja, voor mij ook, ik had hem nog niet gezien. Zo, hallo, dag. Ontzettend prettig om met je te kennis te maken. Hier staat Ellen. Ja. Wat zou je tegen haar willen zeggen? Actrice van internationale allure. Zoals ik in het buitenland zelf heb mogen constateren. Want zij speelde in een voorstelling van Toneel Amsterdam. Die was uitgenodigd naar een theaterfestival in Spanje. De voorstelling heette Ballet. Maar dat was dus toneel in het Nederlands. Dat moest uiteindelijk in 5 verschillende talen. En toen heb ik Ellen gevraagd, die ik kende uit Spanje, uit Mallorca vooral, om de Spaanse afdeling voor haar rekening te nemen. En dat deed ze. Heb er even over moeten nadenken. Ja, dat. Maar het is goed gekomen. Jij had nog iets opgezocht in het Parool, ja, zei je tegen mij door de telefoon. Het ziet er niet uit als een krantenartikel. Maar het is het wel. Even kijken hoor. Ga je het helemaal voorlezen? Nee. Eén zin. Ik heb Gerrit-Jan Reijners heel lang geleden gesproken over een voorstelling, maar hij kent mij nauwelijks. Ligt totaal buiten zijn gezichtsveld. Ik denk dat hij liever overlijdt dan met mij te werken. Ja. Zei jij dat? Ja, dat zei ik. Nou. Bang en ik was ook doodsbang voor hem ook. Waarom? Nee, niet meer. Waarom? Ja, ik weet het niet. Generatiekloof? Generatiekloof en durf allerig in de Schouwburg in Amsterdam. En natuurlijk denken van, die vindt die oude hap, dat hoef ik niet meer en zo. Maar het valt allemaal nog wat mee, geloof ik. Valt erg. Ik heb zelfs je minnaar mogen spelen. Ja, dat vergeten. In een moderne Griekse komedie, in verzen. Ja. En dat viel erg mee, ja. Mensen geloofden ons ook, geloof ik. Nou, dan zijn jullie uitstekende acteurs. Dank je wel. Wat enig dat je er bent. Ja, geweldig. Dank je wel. We gaan terug, want dat is de hoofdrol, naar het begin. Hoe is het allemaal zo gekomen? We beginnen bij het huis Frankenslag. Ja. Wat een gigantisch huis waar jij geboren bent op 26 januari 1922. Hoeveel kamers, Ellen? Ik geloof iets van 21 was die, Taya. Zoiets. 21 kamers. Ja. Er is een moeder die werkt. Een schat van een moeder. Ellen Verano. En hier heeft ze jou op je arm. Ja. Zij was voordrachtskunstenares. Ja. Vertel. Ja. Het was helemaal niet de bedoeling dat ze zou gaan voordragen, want ze kwam uit een familie van zakenmensen. En in die tijd was het zo dat als je iets met het toneel te maken had, dan kon je net zo goed de wallen meteen opgaan. Want dat deugde natuurlijk helemaal niets van. En ze heeft toch doorgezet. En ze heeft mijn vader ontmoet op die manier, want eerst wilde ze operazangeres worden, want ze had zo'n mooie stem. En toen hoorde ze mijn vader voordragen, viel als een blok en heeft zich toen aangemeld als leerlingen en van het een kwam het ander. Ja. En hier is jouw vader. Kijk eens naar een foto van hem. Kijk, laten we er allemaal eens naar kijken. Een man met een kop, hè? Zoals je zegt. Ja, kan je echt wel zeggen. Nu hebben we nog een filmpje gevonden zonder geluid. Het is nauwelijks te zien, je hoeft er niet eens naartoe te lopen. Maar we zullen nog proberen, zo direct het technisch wat op te krikken. Een zwart-wit filmpje van jouw vader. Kijk even, met jullie. Het is zo... Kijk nou... Dat zijn jullie. Oh god, ja, dat is in het oude huis. Ja? Is het niet lief? En hier jouw kijk vader. Kijk even, god. Heel martiaal. Ja! Ja. Fantastisch. Zal Oedipus of zo zijn. Ja, geweldig. Een voordrechtskunstenaar. Nou, par excellence, hè, zoals je dat zei in die tijd. Een geweldige man. Jullie waren met 3 kinderen. Ja. Jouw zusje Tanja zit hier al. Jij en je broer Albert. En ook van hem zijn er nog filmbeelden. Hij was dé couperuscanner en voordrachtskunstenaar. En ik geloof dat we daar even naar moeten kijken. Want ik vind het ontroerend om hem weer even te zien. Heel veel mensen zullen goede herinneringen aan hem hebben. Voor u zich afvraagt wie ik ben, wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben Albert Vogel. 50 jaar geleden stierf Louis Couperus en ter herdenking aan dit feit komen er 2 boeken van mijn hand over hem uit.
jouw broer. Jullie waren als een tweeling, hè? Ja, we waren erg op elkaar gesteld. Ja. Ja. Wat verdrietig dan, zo'n vader sterft. Jullie blijven in dat grote huis achter. En jij gaat naar kostschool. Ik ga naar kostschool, ja. 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 Ellen op kostschool in Brugge. In Brugge op de English Convent. English Convent in Brugge, ja. Ja, ze vonden mij een beetje moeilijk. Dus ze dachten, op kostschool raakt ze misschien iets meer in het gareel. Ja. En of dat gelukt is, weet ik niet. Maar ik heb er wel een erg leuke tijd gehad. Want iedereen denkt altijd, kostschool, wat vreselijk. En dan zit je onder de plak en dan mag je niks. Dat viel heel erg mee. Mm. Mijn eerste sigaret, mijn eerste lippenstift, allemaal daar. Allemaal daar? Ja, allemaal daar. Weliswaar boven op zolder, stiekem, maar toch. Lieve herinneringen was dus. Er ook. Ja? Ja. Lieve... ja? Nou, zij ook. Kijk even. Life was very much stricter than it was later on. As far as I remember, she was expected to get up at 6:30. A sister came into the dormitory and said a prayer. My God, I give you my heart, and the girls had to answer all my thoughts, words, and actions. Then they came downstairs for prayers. They went back again and made their beds. They came down again for mass, breakfast, free time, ranks at 9:00 before they went to class, dinner at 12, I think, midday. No, before that they had instructions. That was with the headmistress, who was called in those days Cher Mère, dear mother. During that time they mended their stockings, if they had stockings to mend. And then in the afternoon, yes, after dinner, they had recreation in this garden. That was very difficult in the winter because the girls did not like going out. And I was the games mistress. In this book are written the names of all the girls who came here to school, according to the date of their arrival and the date of their departure. And here you have the name of... oh my God, here. Ellen Anthing Vogel LaHaye. She was indeed tall, red-haired, and not very fat, rather slim. And I think she, even in those days, liked acting very much. And she used to, I think, amuse the girls on Sunday evenings. Every Sunday evening, the girls had to get up an entertainment for the rest of the school. And I think she was one of the leading lights. The other sisters did not... were not present then. It was only the Cher Mère. But once a year, during the Easter term, they used to get up a play, and I think she was very, very often one of the best actresses in those that play. Lovely, lovely. Op die kostschool is het voor het eerst geweest dat ik iets ben gaan spelen, inderdaad. Ja. He? Ja. Het kwam nooit in mijn hoofd op om iets. Maar opeens toen, door die avonden... Je moest wat. Je moest wat. Ja, ik begrijp je moest het. Wat. Ja. Ja. En weet je dat het erg moeilijk is om daar te filmen? Want dat mag natuurlijk helemaal niet. Het zijn ongeveer de laatste nonnen van Europa, geloof ik. Ja, ongeveer. Ja, ja, en dan mag je niet door de hekken. Maar wij hebben hulp gehad van een ontzettende hartelijke vriendin van jou. Je hartsvriendin, Ellen, van toen. Wie denk je dat er hier komt? Absoluut, 2 jaar geleden heb je er nog even gezien. Super enthousiaste, Hanna! De nonnen, Peter! Hey, de nonnen! Ja, de nonnen! Wat leuk dat je hier bent! Wat ze hier gevonden hebben!
Dat ze met heel veel moeite hebben hem gevonden. Komt u even iets daarvoor en val niet daarover. Ja. Zo, gezellig hier met z'n drieën staan. En vertel, over die heerlijke tijd, of niet? Niks geleerd en alleen maar gelachen. Ja, veel. Niets geleerd. Niets geleerd en veel gelachen. Nee, niks geleerd. Maar is het met u ook nog goed gekomen dan? Ja, met heel hard werk heb ik uiteindelijk een eindexamen gedaan. Maar toen was hij weg, want anders kon het niet. Ik heb het niet eens gehaald. Nee. Absoluut niet. Nee. Het examen wat ik heb is mijn rijexamen. Dus, Ja, dat is waar. Ja. Luiers omzomen heb ik ook gehoord. Handwerkles. Ja, luiers voor de negertjes. Ja, ik hoor het wel. Eén luier per jaar, weet je nog? Eén luier per jaar. Ja, verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Wanneer heb u dat laatst gezien? Volgens mijn informanten bent u toneel opgestormd de laatste keer dat jij speelde. Nee. Dat was in Roermond. Toen speelde ik in Roermond, speelde ik met Paul Steenberg in Roermond. Oh ja. En toen zag ik al iets bewegen in de coulissen. En het doek was nog niet durf. Jij stormde het toneel op en had geen flauw idee dat je weg moest. Want dat doek moest een paar keer op. En je was moeizaam weg te krijgen. Weet je niks meer van? Ja, ik ben iemand van buiten. Ik bemoei me helemaal niet met toneel. Ik denk, dat is mijn vriendin, daar ga ik naartoe. Ja, heel goed. Net zoals vandaag. Ja, ik kom uit Genève, alleen hiervoor. Nee. Ja, natuurlijk. Hoor je dat nu? Nee, helemaal niet. Oh, maar je was daar. Ik moet vannacht terug, want ik moet morgen mijn auto halen. Ja, het is allemaal wat verwarrend, maar wel warm. Ja, hè? Wel ontzettend lief. Ja. Op ene, ga maar ene. Ja, dit moet gebeuren. Nou, dat was toch even een weerzien. Ja. Daar moeten wij allemaal even van bekomen, zij ook. Dus daarom gaan we even vertellen hoe het verder ging. Het was voor jou zoeken welke kant je uit moest. Hè? Ja. Vertel. Ja. Tekenen? Tekenen of middelbaar Frans of... ik weet eigenlijk niet meer. Mode tekenen. Ja, ik wist het eigenlijk niet zo goed. Maar? Maar mijn broer was op de toneelschool. En die zat in Amsterdam en daar ging ik toen ook naartoe. En op een goed moment had hij een stel makkers van hem uit de klas. Die kwamen bij hem repeteren. En toen zei hij een beetje streng tegen mij van... als je heel stil bent, mag je daar in de hoek blijven zitten kijken. En dat heb ik gedaan. En toen waren ze weg. En toen zei hij altijd een beetje van... nou, hoe vond je het nou? Toen zei ik, kan ik ook. Ga ik ook doen. Zo is het gekomen. Werkelijk. Ja. En iemand die daarbij was op die avond met jouw broer Albert... Eén van die mensen die door jouw hele carrière niet alleen een medeacteur is geworden, maar ook een dierbare vriend. Daarvan gaan we nu even een paar afleveringen zien. Kleine fragmentjes uit stukken van jullie samen. Kijk eens. Hadden wij niet afgesproken dat we elkaar altijd de waarheid zouden zeggen? Touché. Het is mogelijk dat er gedeeltes in uw werk zijn die een beetje te ingewikkeld... die een beetje te moeilijk zijn voor het grote publiek. Nee, het gaat niet om wat ik zeg, maar om de manier waarop. Ja, maar... Voor mij is het allemaal zo eenvoudig en zo helder als 2 x 2 = 4. Oh. Voor u ook? Constance, houd jij van porselein? Porselein? Ja, houd je van vazen? Ik houd erg veel van vazen. Ik heb er een heleboel, een bijzonder mooie. Heb jij wel eens nagedacht... over een vaas. Oh. Over de vorm, over het symbool van een vaas. Zo! En waar waren wij gebleven? Nou, we hadden het er net over wat wij vanavond zouden gaan doen. Nou, ik had gedacht eerst maar eens een lekker hapje bij kaarslicht. Ah. Bij Luigi. Oh, heerlijk. Ja, en dat is al de tweede keer deze week. En dan al die prachtige rozen... Kan dat nou wel met jouw pensioen? Het kan. Met zijn pensioen. Mijn liefste makkertje. Tom Tuil. Gaat. Een van mijn oudste makkers. Bijna familie. Ja, Ellen. Bijna familie. Hier sta ik dan weer met een bos rode rozen. Maar dit keer zijn ze dan niet van de charlatan Gerard uit de serie Zonder Ernst, maar van je eigen oude vriendje Anton. Ja, dankjewel, lieve schat. Dankjewel.
Heerlijk. Hij was groot. Hij hoort bij de gekozen familie, hè? Ja, hij hoort bij de gekozen familie. Ja. Ja. 1945 begon het allemaal voor Ellen bij Comedia. En daar was jij ook. Daar was ik niet. Oh. Nee. Nee. Oh, nee, ik had hem laten we, knippen we er niet uit. Nee. Eerste fout van Mies. Nee, of de tweede al. In Parijs en heb Ellen, heeft dan toen haar eerste successen gehad bij Comedia. Maar we hebben elkaar voor het eerst ontmoet. Herinner ik mij heel duidelijk toen Albert, met wie ik in de klas zat, de eerste klas van de toneelschool, die nam mij al ras mee naar de Oranje Nassolaan. En daar hadden jullie een riante tuinkamer. En daar doemde uit de achtergrond doemde een beelschoon jong meisje op met prachtig, krullend, prachtig rood haar. Dat was Ellen. Dat was het begin van een zeer intense vriendschap, mag ik wel zeggen. Ja. Was je verliefd? Ja, de verhouding tot Ellen is altijd een heel bijzondere geweest. Amitié amoureuse, ja. Ja. Dat hebben wij. Heel, ja. En dat is altijd zo gebleven. Ga zitten. En jij mag je bloemetjes daar neerzetten. En ik wou nog zeggen dat ik vond het ook altijd, die hele kleine formentjes gezien waar ik heel verrast over was. Iets over een kenmerk van het spelen met Ellen. Ze geeft. Voor de tegenpartij, dat de hele boel daardoor beter wordt. Wat lief gezegd. En dat is ook een kenmerk van echte beschaving. Ja, doe maar. Ton Kuil, dames en heren. En het woord Mallorca is gevallen. Weliswaar door mij, maar meteen kwamen de herinneringen aan heerlijke avond. Ja. Want daar hebben jullie een fijn huis waar een heerlijk huis. Alsmaar je kunt terugtrekken. Warm. Volle maan, dank je Ellen. Het glas in de hand. Liefde voor iedereen. En dan ook nog dit. Weet je? In de put. Ja, gezongen door, ja, Therese. Therese in de put. Therese, waar ben je? Hier is ze, Therese Steinmetz. Ja. Meteen wist je het, hè? Wat is het verhaal hierachter? Nou, vertel, schat. Vroeger toen Ellen's moeder nog leefde, maakte ze voor haar moeder altijd gesproken brieven. Want haar moeder kon niet meer goed lezen, was bijna blind. En dan maakte ze gezellige verhaaltjes en liet muziek horen en vertelde wat. En op een avond zaten wij op haar heerlijke terras te dineren. En toen zei ze, wil je voor mijn moeder ook even een lied zingen? Want haar moeder hield veel van zang. En toen dacht ik, goh, ze hebben daar zo'n mooie waterput. Ik ga in die put staan, dan klinkt het mooi met echo. Maar je kan niet gewoon in die put staan, daar is hij te klein voor. Dus ik moest vooroverbuigen, mijn hoofd in de put. Ik was net een struisvogel. Jimmy heeft er nog foto's van gemaakt, die heb ik maar weggegooid, want het was geen gezicht. En dan zong ik en dan klonk het met echo tegen de olijfbomen en de amandelbomen en de rotsen. En toen zeiden de mensen de volgende dag, goh, wat had jij een mooie plaat op staan. Ja, vrienden van ons die wat huizen verder woonden. Hè, die zeiden, god, wat had jij gisteravond op staan? Wat een prachtige zangeres was dat. Zegt het van Holland. Ja, en dan was het traditie dat als wij dan bij haar aten, daar in dat heerlijke, prachtige landschap van Bijbelse schoonheid. Dan was het traditie dat ik daar met mijn hoofd in de put een lied zong. Ja, maar Therese in de put. Vanavond, niet in de put, maar gewoon met de microfoon in de hand. En met het ensemble, het Roemeense ensemble, André Serban. Het lievelingslied van jouw moeder. Ja, luister. Oh,
Zullen we teruggaan naar het toneel? Dit was het Mallorcaanse intermezzo. En ja, Ellen, als we het dan over jouw toneelcarrière hebben, dan moeten we lang teruggaan. En het verdrietige is dat er zo ongelooflijk weinig materiaal van over is. Toen had je nog geen video en telerecording en het meeste is daar ook van verdwenen. Maar het ergste is dat er zoveel mensen niet meer zijn waar ik mee begonnen ben. Dat vind ik wel eens heel treurig. Heel treurig. Ja. Ja, en al die mensen waar je samen mee begon, waar je mee gestart bent, waar je eerste rollen en je eerste dingen mee had, die het grootste gedeelte is weg. En dat vind ik soms heel naar. Veel mensen zullen dat herkennen in wat je nou zegt. Ja. Want, dat is het nadeel van ouder worden, niks aan te doen. Maar ook het prachtige dat we jou hier nu in de hoofdrol hebben. En kijk even, er is toch iets bewaard van de Midzomernachtstroom met Co van Dijk. Klinke engel. Zingt mij uit mijn rozenslaap. En ieder vindt bij het avondrood een koekoek op zijn nest. Die geeft zo menig echtgenoten stuipen en de pest. Ja, logisch, je zou er niet de pest in krijgen. Mijn lieveling, mijn sterveling, zing verder. Mijn oor is vol vervoering van uw zang. Betoverd hangt mijn oog aan uw gestalte. En uit het diepste van mijn zielsontroering zweer ik uw liefde op dit eerste gezicht. Vol klappen, vol klappen. Jij klapt voor Co. Ja. Want een enig stuk, zo mooie scène. En van Co van Dijk iets, fantastisch. Zo prachtig. Dat heb ik tenminste allemaal nog op mijn netvlies. Ja, we gaan nog eens door over Co. Spelen met Co, hoe was het? Ah, dat was heerlijk. Als hij vond dat je wat kon. Ja. Als hij vond dat je niet iets kon, dan moest je ogenblikkelijk gaan verhuizen of gaan immigreren. Want dan was het niet zo leuk. Ja. Maar als hij vond dat je wat kon, dan schoof hij je als jong acteur of als jong actrice op een presenteerblad zo de zaal in. Dan vond hij het enig. Hij was dol op mensen die iets konden. Dus dat moest gekoesterd en gevoed worden. Dat moest iedereen kunnen zien. Ik weet nog wel, in Omwanya moest ik bij hem knielen en dan zat hij vol tranen. En dan moest ik bij hem knielen en hem troosten. En dan pakte hij mijn hoofd en dan draaide hij me zo naar de zaal. Ze moeten je smoeltje zien, riep Koning. Ja, fantastisch. Ja, prachtig, prachtig. Dat kostuum, hè, was ook niet gering. Nee, dat was zeker niet gering. Het was een staart waar geen eind aan kwam. Ja. Er zaten pauwenveren bij. Ik had een soort hertengewei op mijn hoofd. De benen die er zo uitkwamen. Maar het was wel heel mooi. Heel erg mooi. Heel mooi. Het is uitgeleend op het ogenblik aan Duitsland. Maar andere kostuums zijn hier wel. En we dachten, als er dan geen video is van die oude stuk, dan even een paar prachtige kostuums en vertel ons erover. Ja, hier krijgen we Elkerlik. Elkerlik. Ellen, vertel. Herinner je nog? Oftewel, het geweten speelde ik daarin. Ja. En daar speelde Han Bems, die speelde daar Elkerlik. Ja. Dat was een hele mooie rol van hem. Komen er nu zinnen bij je boven? Elkerlik, goedendag, moet u God geven. Ja. Is dit niet oude dame? Oude dame. Het bezoek van de oude dame, Durenmat, natuurlijk. Ja. Hadden we een Poolse regisseur, daar heb ik gespeeld samen met Kees Brussen. Ja. Erg veel gelachen ook, hoor. Ja. Ja. In die jurk? In die jurk, ja. Hier, Václav. Wat was ik? Oh, Václav. Ja. Václav. Van Rodjek. Ja. Rodjek, ja. Prachtig, ja, prachtig. Ik zie je er helemaal in. God, ja, toen had ik nog lang haar. Ja. Van het lange. Ja. Kon erop zitten. Ja. En? Kijk eens. Oedipus. Ja. Harry Mulisch. Ja. Ja, ach god. En dan denk ik meteen aan Ank. Ja. Hè, want ik speelde dan de jonge Jocaste en Ank speelde de oude Jocaste. En Guus Hermes zat erin. Ja. Het is heel ontroerend ook. Heel ontroerend. Ja, dat begrijp ik. Ja. En iemand die jou als kleinkind waarschijnlijk in al die rollen heeft gezien, want ze was ook theatergek, en later
directrice Wecht van de Schouwburg. Kom. Die is hier ook. Ja? Koks. Ik had eigenlijk in die kostuums gehoord, hè? Dat weet je. Maar je bent zo laat. Ik heb je nog helemaal niet gezien. Nee, ik leerde Ellen veel later kennen. De eerste die ik leerde kennen was de kostuumdame van de Nederlandse Comedie. En ik kwam daar binnen als jong meisje. In welk jaar? Oh ja, laten we beleefd zijn tegen elkaar. Ellen, ik heb geen idee dat ze dat weet überhaupt, die kostuums. En ik kwam daar binnen en die keek naar me en die zei, type dame, doe maar Ellen. En sindsdien droeg ik dus de kostuum van Ellen met een stukje eraan. Want ik ben iets langer. Ja. Maar toen was je nog actrice. Dat ben je nog natuurlijk, eens actrice altijd. Maar je bent directeur geworden van die prachtige Schouwburg. En, Cox, je hebt Ellen, kunnen we zeggen, teruggebracht naar de Schouwburg. Nou, zo kan je dat niet zeggen in die zin. Hoewel, we hebben toen haar, toen was ik net terug uit Duitsland, heb ik haar verjaardag gevierd. En ik herinner me nog dat die avond, het was echt een soort terugkeer naar de Nederlandse Comedie, vond ik. Het was een ongelofelijk feest. Toneelgroep Amsterdam was toen net opgericht. En ik herinner me dat ik huilend bijna in het vliegtuig jou, een speech voor jou zat te schrijven vanuit Berlijn. En dacht aan al die mensen die dood waren. Ja. Die dat dus niet overleefd hebben, die periode. Hè? Ja. Ellen is natuurlijk na 68 lang weg geweest van het theater. Mm-hmm. En alle grote acteurs van mijn jonge jaren zijn een hele lange tijd verjaagd, zou je kunnen zeggen, van het toneel, van het theater. Maar niet maar met alle respect, kun je het iets uitleggen voor een jongere generatie? 68? Vind je het vervelend? Even, zij mag het doen. Heel kort, 68 was de actie Tomaat. Toen waren er allemaal jonge acteurs die net als ik ook dachten van nu wordt het allemaal anders, nu komen wij. En die begonnen een discussie met de acteurs die toen op het toneel stonden. En acteurs waren daar wat je noemt niet voor opgeleid. Die konden wel Shakespeare, maar niet in discussie met jonge mensen. En dat is heel slecht afgelopen. Dat mag Ellen vertellen. Ja, was wat slecht afgelopen. Daarbij kwam nog dat ze dan dachten dat al die mensen die er al een tijd hadden gestaan, dat die voor geen enkele reden vatbaar zouden zijn, omdat ze ook geen nieuwe dingen zouden willen, wat we best wouden. Maar ik denk dat als je jong bent, dat je denkt dat je de enige manier om iets door te drukken is vijandig opstellen. Ja. Maar tegen en dat hoort erbij als je jong bent. Dit ging wel ver, hè? Dat weet ik niet. Ik zag alleen de resultaten. Ja. Ik was er niet in die tijd. Ja. Ik vond het vervelendste eraan was dat het zo op de man gespeeld werd. Hè? De acteurs waren zo persoonlijk getroffen erdoor. En wat mij altijd verbaasd heeft, is dat ze zich hebben laten verjagen. Want voor mij waren dat godheden. Maar goed, Ellen was weer terug, want zij liet zich niet klein krijgen. Hoewel je even tijd nodig had om ervan te bekomen. Ja, want Coxie zegt, ze begrijpt het niet dat we ons lieten verjagen. Niets is onzekerder dan een acteur. Maar dat neemt niet weg dat jij het op kon brengen om weer terug te komen. En gezien deze hoofdrol en al die jonge mensen waardoor jij nu omgeven wordt. En jij bent niet de laatste. Nee, zeker niet. Is het een fantastisch bewijs dat het misschien demonstreren, actie voeren, oké. Maar er zijn er die moeten blijven. De grote mensen met talent. En daar ben jij er een van. Misschien wel de grote. Dank je wel. Kwaliteit overwint dus. En daarom nog een stukje uit die midzomernachtsroom. Kijk even. Hoe lang dacht u te blijven in dit woud? In elk geval tot Theseus is getrouwd. Mocht u in vrede met ons willen meedoen en dansen bij het vieren van de maan, welkom. Anders dient u mij te mijden. En dan mijd ik ook u in uw domein. Geef mij de jongen en ik blijf bij u. Nog voor uw rijk niet. Elfen, kom, wij gaan. Dit werd weer twisten als ik hier bleef staan. Ga maar, jij komt nooit uit het woud vandaan voordat ik dit affront heb afgestraft. Ja. Han Benz, ik hoorde het je zeggen. Ja, Han Benz. Ook weer zulke goede herinneringen aan. Ja, daar heb ik ontzettende goede herinneringen aan. Ik heb bijna al mijn beetje behoorlijke rollen heb ik bijna allemaal onder zijn regie gedaan. Ik was dol op hem als regisseur. Ik vond het een feest om met iemand te werken. Hij was niet zo makkelijk en hij vond het ook allemaal niet zo gauw goed. Maar de manier waarop hij met zijn stuk bezig was,
weken, maanden van tevoren was het al geprepareerd. Er was geen komma, er was geen lettergreep die niet verantwoord was hoe die het wou hebben. Ik vond het geweldig, ik vond het geweldenaar. Jullie zijn ook vrienden. Ja. Al die acteurs van vroeger, ja. Die dierbare vrienden. Ja. En hun vrouwen. Ja, en de vrouw van Hans van den Berg is nog steeds een van mijn allerdierbaarste vriendinnen, Loes Hensen. Ja. Was ook een hele fijne actrice. Kijk even. Dag, lieve Ellen. Dat had je niet gedacht, hè? Dat je oude vriendin ook nog even tevoorschijn zou komen vanavond. Maar ja, je zit hier te midden van al je dierbaren en mensen die van je houden. En daar hoor ik ook bij. We kennen elkaar nu al bijna 50 jaar. Dat is heel lang. En ik heb ondervonden van jou heel veel trouw en gastvrijheid. En dan denk ik aan al die heerlijke warme zomeravonden op Mallorca. In je tuin, in Cambiello, samen met Jimmy. In die 50 jaar hebben we heel wat afgelachen. Heel veel gelachen. Ook wel gehuild. Maar ja, dat hoort erbij. Er zijn vanavond heel veel lovende woorden over je gezegd. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Je bent voor mij als vriendin even waardevol als actrice. Ik ben ervan overtuigd dat na deze hoofdrol er nog velen zullen volgen in het theater. Maar voor mij ben je in ieder geval een hoofdrol in mijn leven. Geniet maar van deze avond, Ellen. Je verdient het. Nou, zij speelde ook een hoofdrol in mijn leven. Heel bijzonder mens. Een van mijn allerdierbaarste vriendinnen. Ik laat jou gewoon even met je dierbare herinneringen en vertel het publiek over alle prachtige prijzen. In 61 krijg jij de Theodor. In 62 heb je de beste vrouwelijke bijrol. De Colombina in 76. Je bent ridder in de kroonorde van België. Nou, oh, toch leuk, hè? En je bent ridder in de orde van Oranje Nassau. Je hebt een borstbeeld en een schilderij. Borstbeeld vind je mooier, geloof ik, dan het schilderij in de Schouwburg. En je bent actrice van het jaar geworden in 1967. En ik vond het zo leuk dat ik jou toen als eerste mocht geluk wensen. En dat was in mise-en-scène heel lang geleden. Niet zo'n slecht programma, kijk even. Ellen Vogel is door het Nederlands theaterpubliek in een enquête door het theaterjaarboek over het seizoen 66-67 uitgekozen als de beste actrice van het jaar. Voor haar rol vooral in Wankel Evenwicht. Mevrouw Vogel, u mag iets uitkiezen waarbij u nou eens achterover kunt leunen en zeggen dat zou ik nou verrukkelijk vinden als cadeautje van het Nederlands publiek. Weet je wat je muzikaal uitzocht toen? Ja. Ja, wie? Han de Vries. Ja, en vandaag is hij er weer, want jij bent actrice van alle jaren. Han de Vries, ja, uiteraard voor jou. En aan de vleugel Joop Stokkermans, met wie hij jarenlang samen gedichtenprogramma's maakte voor de radio. Twee vrienden, een muzikaal eerbetoon. Thank you.
Wat een... Dank je wel, hè. Ontzettend. Joop. Het is heilig van en je verdient het zo. Oh, dit is fantastisch. Dank je. Een verrassing, hè? Ja, enig. Ja, wat heerlijk. Is alles nu gezegd? Absoluut niet, want kijk weer even naar het scherm. Lieve Ellen, ik kan helaas bij dit feest niet aanwezig zijn. Maar ik wil je toch heel graag eren. En dat is een eer die je zeker verdient. Wanneer je zou kunnen zeggen dat actrices van koninklijke bloede zijn, dan is Mary Dresselhuis de koningin moeder en jij bent de koningin. Wij leven in Nederland, daar heb je natuurlijk koningen en koninginnen. Engeland ook, maar in Engeland heb je nog iets anders. En dat zijn de dames. En als jij in Engeland had geleefd, was jij zeker dame geweest. Voor mij ben je een dame. En dat verdien je. Ik wens je nog een fantastisch leven toe en een geweldige carrière. Een vervolg. Van je carrière. Even. Nou. Kan niet op. Het houdt niet meer op. Nee, want het weet je wat er nu gebeurt? Entree van de koningin moeder. Ja, oh, natuurlijk. Oh, dank je. Oh, schat. Moet je ook een beetje huilen achter de scherm? Ja, zeker. Mag ik meteen? Ellen? Ja, ik heb zoveel over je gehoord. Het meeste wist ik. Maar nu hebben ze iets niet aangeroerd. Het is eigenlijk jouw begin aan het toneel. Hè? Na de oorlog meteen Cor Hermes met Johan Remmels. Het eerste de stuk. Comedia. Ja. En dan speelden we samen Weekend in Californië. Weekend in Californië. Een prulstuk, mag je wel zeggen. Ja. Hè? Maar daarvoor... Voordat we begonnen met de repetities in die tijd, hadden we dat gezelschap met 30 mensen, 25, 30, een vrij grote troep. En toen zei iedereen, ja, er is ook nog een nieuw kind. Een nieuw kind van de toneelschool, geloof ik, of niet helemaal, half toneelschool, was niet helemaal duidelijk. Ja, er is een nieuw kind met rood haar. Oh, ja? Nee, maar ze heeft mooi rood haar. Oh, een nieuw kind met mooi rood haar. Nou, en dat kind, dat deed kleine rolletjes. En die deed ze allemaal goed. Iedereen zei, zeg, kind met talent. Ja, dat nieuwe kind met het rode haar, die heeft talent. Ja, en zo heel nuchter allemaal. En al die kleine rolletjes, met overal deze wat leuks mee. We zaten samen in de kleedkamer. Een paar keer. We konden zeer goed met elkaar opschieten. Je werd mijn eerste... toneelvrienden. Schat. Had ik nog nooit gehad. Oh, ja. Ellen had iets, dat had ik in kleedkamers nog niet zoveel meegemaakt. Je kon er vertrouwen. Als je er wat vertelde, dan voelde je dat ging niet alle kleedkamers door. Dat bleef bij haar. Je kon ook op haar bouwen. En in de loop der jaren denk ik dat alle collega's, alle regisseurs en alle producenten dat allemaal ondervonden hebben. Dat ze op je bouwen konden. En dat was fantastisch. Fantastisch. Daar zijn we vreselijk gelukkig mee geweest. En die mensen die nu nog met je werken, natuurlijk nog. Jaren later, tussen 55 en 65, toen we in de Nederlandse Comedie waren, hebben we een soort trio gemaakt. Co en jij en ik. We gingen vreselijk veel met elkaar om, ook buiten de voorstellingen. We kwamen veel bij elkaar thuis. Co was met Teddy getrouwd, ik met Jons. En Ellen had een kleine variatie in vrienden... die wij geen van allen goed genoeg voor haar vonden. He, Jons zei dan, god, wat is dat, ik vind dat een vlerk. Wat moet ze nou met die vlerk? En Co, een paar jaar later, die riep dan weer... van, ik begrijp niet dat die man niet voor haar gaat scheiden. En Co wou toch trouwen? Co, ja, Co is 6 keer getrouwd. Trouwen, ja. Dus die wou altijd trouwen. En, en toen ineens in 76... kwam daar ineens een end aan. Want ra, ra, ra.
Wie kwam er ineens uit de lucht vallen? Jimmy! En toen... vonden wij dat goed. Had jullie permissie? Wij vonden dat alle twee goed. Co en ik. Hij mocht. Hij mocht. Hij mocht. Hij mocht. En zo is het nog gehaald. Lieve Miri. Ik denk dat ik namens iedereen spreek dat het een voorrecht is om twee van deze vrouwen van het Nederlandse toneel hier samen in de hoofdrol even te zien staan. Eventjes voor u beiden. Ja. Neem jullie ja, dat gaat nog even door. Lieve Ellen. Jimmy. Kom erbij, kom. Want, lieve Ellen Vogel, dit was jouw hoofdrol niet volledig, maar met zoveel liefde en respect voor jou gemaakt. En dank je wel dat je ja zei, maar hij is nog niet helemaal klaar. Want ze ontbraken, maar ze zijn er wel. Kijk eens. Nee. Ja. Nogmaals hartelijk dank Ellen Vogel. Heerlijk dat je er was. En bedankt Jimmy voor alles. Fantastisch.